Dit keer laat ik zien hoe je een kippel bindt, aan het spit rijgt en op de barbecue bereidt. Ik ben Dennis, dit is Nosco's Barbecue. En vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ook jij beter kunt barbecuen. Wil je meer van mijn filmpjes zien? Abonneer je dan op mijn kanaal. En als je op het belletje drukt, krijg je ook nog een melding als er weer een nieuwe video online is. Een van mijn favoriete bereidingen van kip op de barbecue is aan het spit. Dat kippetje draait rond, het vet dat eruit draait gaat over het velletje, maakt het lekker knapperig. Krijgt een onwijs goed eindresultaat. Je moet wel je kip goed opbinden, want anders gaan de dingetjes een beetje loshangen en zo. En dat laat ik in dit filmpje zien. Ja, verder is het eigenlijk niet zo'n hele spannende bereiding, maar hele lekkere dingen van de barbecue zijn vaak niet zo heel spannend. Dus laten we aan de slag gaan. Als je een kip koopt, dan zit er vanuit de winkel zo'n touwtje omheen. En als je dat op de barbecue gebruikt aan het spit, dan gaat dat op een gegeven ogenblik uitlubberen. En dan flapperen je pootjes en je vleugeltjes heen en weer. Dus we beginnen met dat eraf te halen en dan binden we hem zelf op met slagerstouw. Nou, gebruik echt slagerstouw van het rood-witte spul. Vind je bij de betere kookwinkels. Als je iets met plastic neemt, dat is natuurlijk niet ideaal voor je eten. Dus wat je nodig hebt is ongeveer 4 keer de lengte aan kip aan slagerstouw. Dus dat heb ik hier zo. Dan zal ik hem even omdraaien. En wat je dan doet, is je legt onder het kontje het slagerstouw. Je kruist hier zo, bovenaan, ongeveer ter hoogte van het einde van de borst. En dan doe je die twee lusjes over je kip. Dus je maakt eigenlijk een soort achtje waar die in zit. En dat trek je aan. Dan kom je naar deze kant, naar de voorkant. Ik zal hem even omdraaien, dan kunnen jullie dat ook zien. Zo. Dat doe je langs de borst. En hier zit, als het goed is, aan de binnenkant, hier zo een stukje van de nek. Dat laten ze altijd zitten. Dat is het punt waar je hem achterbindt. Dus je doet hem om de vleugeltjes heen. En je zorgt dat hij daar zo dadelijk strak omheen komt. Ik doe dat even aan mijn kant, want dan kan ik zien wat ik aan het uitspoken ben. Wikkel weer je touwtje. Zo. Wikkel je touwtje een aantal keer om dat dingetje heen als je de knoop legt. Dan schuift hij niet terug als je hem de tweede knoop erop gaat leggen. Als je het gewoon één keer doet, dan springt hij gewoon weer terug vanzelf. En dan leg je de tweede knoop erop. Zo. En dan heb je hem mooi strak opgebonden voor het spit. Snij het overtollige touw eraf. En dan kunnen we gaan kruiden. Die vleugeltjes blijven zo hartstikke mooi zitten. Voor het kruiden gebruik ik eerst een laagje olie. Plantaardige olie gewoon. Dat is weer het plaklaagje tussen mijn kruiden en mijn kip. Dan zorg ik dat hij gewoon een heel mooi laagje heeft overal. Het hoeft niet superveel te zijn, het hoeft niet helemaal glimmend. Als je kruiden straks maar blijven plakken. Meestal aan de achterkant houdt, de voorkant het mooie voor de presentatie. We beginnen met kruiden. Ik heb mijn favoriete kruiden in mijn kruidenshaker. Ook hier weer wat je lekker vindt op kip. En dan geven we een mooi laagje kipkruiden. Vergeet ook weer de zijkanten niet. Ik probeer nog hier en daar even wat tussen te strooien. Maak er een mooie egale laag van. En afhankelijk van de kruiden bepaalt ook een beetje de dikte. Als je hele
stevige kruiden hebt, dan wil je niet zo'n hele dikke laag. Deze zijn vrij mild, dus nou, mag die aan het spit. Ik gebruik het grillspit van Weber. Het is een vrij fors apparaat. Ik begin altijd aan de achterkant, bij de kont. Prik hem daar doorheen, naar de voorkant. En probeer dan de punten tussen de poten en de dijen in te prikken. Dan zit hij goed stevig vast. Dan mag de andere kant erop. En die prik ik in de borst. Aan de andere kant. Zo. En dan zit hij lekker stevig vast. En dan kan hij mooi ronddraaien straks. Ik kan nu nog, als je denkt van, nou, er zitten wat plekjes, die heb ik vastgepakt. Nog even kruiden eroverheen doen. En dan is die klaar voor de grill. Gaan we nu naar buiten. Dit is de opstelling die ik met Weber grillspit heb gemaakt. Aan beide kanten van de kip zit een kolenbakje. Ik gebruik één blokje hout. Kersen in dit geval. Een beetje fruit uit doet het altijd wel goed met de kip. In de kip zelf zit een Meter barbecue thermometer. Die wilde ik een keer uittesten. Kijk hoe die werkt ook als je het barbecue dicht doet, draadloos. Dus ik stel zo de app in en dan hoor ik vanzelf wanneer die gaar is. Mag de deksel erop, kan die rustig rondjes draaien. En dan hoop ik op een heerlijk kippetje. Als je je deksel erop doet, zorg dan dat de luchtgaten, dus de uitlaat, boven je kip zit. Dan kan de warmte vanaf je vuurdingetjes, je vuurbakjes, over de kip trekken en daar eruit. Nou, het rookuit gaat zo lekker roken. Temperatuur 175, 180 graden. Dat is ongeveer wat ik zoek. En dan krijg je een mooi knapperig velletje. Nou, we zijn 50 minuutjes verder. Kip is er volgens de Meter. Het is een hartstikke leuke thermometer die je gewoon in je kip kan laten zitten en dan draait hij rond. Dat kan je met een andere thermometer niet, dus voor dit soort dingen ideaal. Hij geeft ook de kooktijd weer. Dus op een gegeven ogenblik zegt hij van, nou, het duurt nog zo lang als hij eenmaal die berekening gemaakt heeft. En dat klopt vrij aardig. Dus een hartstikke leuke uitbreiding voor je thermometerarsenaal. Erg leuk ding. En ik ga de kip eraf halen en aansnijden zo. En dat is hoe ik mijn kippetje doe. Heb je nou niet zo'n Meter, dan gebruik je gewoon een instant thermometer. En dan kijk je na een minuut of 45, prik je even in de borst en in de dij. En dan voor de borst wil je zo'n 74 graden hebben. De dij mag wat hoger. Dat is het eigenlijk. Voor de rest stelt een kippetje grillen niet zo heel veel voor. Maar het geeft wel een onwijs lekker resultaat en een heel lekker velletje. Dus een van de favoriete bereidingen van mij. Ander is gevlinderd of op een bierblikje, maar een bierblikje geeft wat minder resultaat. Dit blijft een van de lekkerste. Vond je deze video leuk of behulpzaam? Like hem dan. Heb je vragen of wil je wat vertellen? Doe het in een berichtje hieronder. Ik lees alles. Wil je meer van mijn filmpjes zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Als je op belletje drukt, dan krijg je een melding als er weer een nieuw videootje online is. Nou, bedankt weer voor het kijken en tot de volgende.